Even kijken, dan hebben we Trump natuurlijk. We hebben weer wat gehoord deze week. Amerika zat voor de buis, begreep ik. Vanwege afgelopen maandag vooral, vanwege alles wat daar over die kapitoolbestorming naar buiten kwam. Ja. Pence. Nou, Amerika zat voor de buis. Amerika heeft 330 miljoen inwoners en er keken 20 miljoen mensen. Daar waren ze geloof ik heel tevreden over. Maar als we nou even de percentages gaan uitrekenen, dan vallen we daar niet van ons te boven. Hè? Als je denkt wat er in Nederland kijkt naar Boer zoekt vrouw of naar heel Holland bakt, dat zijn heel andere percentages. Of naar de slimste? Of naar de slimste mens, maar goed, dat is volkomen terecht natuurlijk dat mensen daar naar kijken. Wanneer begint het weer? Ik denk de eerste werkdag van de maand juli, denk ik. Oké. Het is juli en augustus en dan natuurlijk de werkdagen. Dus zaterdag en zondag is het niet. Nee, oké. Spannend. Dan kunnen we weer mee gaan doen. Heb jij opvallende dingen gehoord in die verhoren? Nee, dat was al sowieso. Kijk, men is het er breed over eens dat het precies zo is gegaan als we allemaal gedacht hadden. Namelijk dat deze zaak in feite door Trump geëntameerd is, aangeblazen en tot op zekere hoogte ook georganiseerd en gestimuleerd. Dat hij natuurlijk zijn vicepresident enorm onder druk gezet heeft om die verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Dat is namelijk de constitutionele taak van de vicepresident als voorzitter van de Senaat. Was hij dat op dat moment? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar goed, dat is zijn taak. Dat heeft hij geweigerd. Onder andere omdat zijn chef-medewerker heeft gezegd van, luister eens even, hey, let op, hè. Daar gaat het karretje weer. Ja, ik zet even het ding weer aan. Dan moet ik de telefoon weer van de dingen afhalen. Sorry, ga door. Ja, dat is de chef, de kabinet van Pence. Die heeft gezegd van, ja, dat is levensgevaarlijk, want je overtreedt de wet. Dus daar krijg je de grootst mogelijke problemen mee. Nou ja, toen was de stemming van de bestormers was Heng en Mike Pence. Ik begreep dat ze dichtbij waren gekomen. Maar ze hadden de gordijnen dicht gedaan, zodat ze hem niet konden zien. Ja, het is een troeve vertoning. Als je bedenkt, maar nogmaals om het nou even af te maken. Men was het er breed over eens dat het geweldig gepresenteerd werd. En dat ook die dochter van Cheney het geweldig gedaan had. Die was ook heel helder en scherp. Ja, ik heb alleen een paar korte stukjes van de video gezien zoals de New York Times die presenteerde. Om nou uitgebreid die dingen te gaan bekijken, daar voelde ik niet zo ver. Je weet hoe het zit. Ik bedoel, het is niks nieuws onder de zon. Trump is een politieke misdadiger. Dat wisten we allemaal. Het droevigst van alles is natuurlijk dat het niets gaat helpen. Dat zijn aanhang nog steeds ervan overtuigd is dat het een big steal is. En dat we een goede kans, gereden kans lopen om deze politieke misdadiger, in het Witte Huis te krijgen vanaf januari 25. Denk het je in. Hè? Het is Orbán, die behaalt ook allemaal grote verkiezingsoverwinningen. Ja. Nou groot, dat valt geloof ik nogal mee. Ja, nogmaals, ik heb dat al vaker gezegd en men vindt dat nooit leuk. Dat we dit type van ellende, dat we daarmee zitten, hebben we in laatste instantie altijd te danken aan, dubbele punt, de kiezers. Hè? Dat Trump nou toevallig de verkiezing van 2016 verloren had in elk normaal land, dat komt er dan in Amerika nog eens bij, dat de verliezer in feite gewonnen had. Dat is natuurlijk heel gek. Zeg maar ronduit volkomen idioot. Maar goed, zo is het. Maar uiteindelijk is het werk van de kiezers. De kiezers hadden na de campagne van 2016 prima kunnen weten wat voor vlees ze in het geval van Trump in de Kuip hadden. Ja. Prima. Dat is helemaal niet onbekend. Net zo goed als de mensen die in Nederland stemmen voor rare partijen met rechtsextremistische denkbeelden prima weten waar ze aan toe zijn. Het is niet zo dat ze achterlijk zijn of zo en niet weten wat voor partijen het feitelijk zijn.